Welkom bij mejuffrouw Heidi. In deze aflevering van de moestuin laat ze u zien hoe je aardappels in potten doet aanaarden. De eerste aardappelen komen boven. Sommige zijn nog erg klein, maar wel stevig. Andere beginnen al wat groter te worden. Dus een Nicola die licht gekleurde. En de wat donkere gekleurde, dat is de Vitabella. Je ziet niet overal in de pot zijn ze al even groot. Maar ze zijn wel allemaal al boven. Je ziet dat de grond soms echt open gebroken wordt. Moet ze natuurlijk regelmatig water geven. Maar intussen zijn er dus een aantal die al ferm zijn uitgegroeid. Deze zijn al behoorlijk groot, daarom wordt het tijd dat ik ze ga aanaarden. Dat is vrij eenvoudig. We gaan namelijk wat grond aanbrengen in de potten. En op zo'n manier kunnen we aan. Zoals je ziet, sommige potten zitten al behoorlijk wat overop. Om ze aan te aarden heb ik wat en potgrond met compost vermengd. Ongeveer 50-50. En deze korreltjes die je ziet hierin zitten, dat zijn koemestkorrels als voeding. Want aardappelen zijn voedings. Die willen graag voeding hebben om goed te kunnen groeien. Dus je mag je best bemesten. Nou, aangezien ze in de pot zitten, kunnen ze dat niet uit de grond halen. Dan zit er natuurlijk potgrond in waar voor een paar maanden meststoffen in zouden zitten. Voor gebruikelijke planten. Nou, aardappelen zijn wel gulzig. Dus je mag best meer hebben. En dat geef ik in de vorm van deze koemeskorrels alvast wat bij. Die komen langzaamaan vrij. En ik zal ze in het loop van de tijd, in het groeiseizoen, ook nog extra bij bemesten. Dit zijn de twee potten die ik waar ik bij voor zal doen. Ze staan een beetje ongemakkelijk, maar de blaadjes kunnen eruit. En dan is het gewoon een kwestie van de aarde pakken. En die gooi je gewoon in de pot. Zodat het boven helemaal bedekt gaat worden. En dan kan ze eventueel wel ietsjes aangeaard worden. Die zal ik wat verder aanaarden. Want die zal ik niet meer volledig onder krijgen. Het is gewoon een kwestie van de zand in de pot aanbrengen rondom de aardappelen. Zodat de aardappelen onder de zand komen zitten en de pot voldoende gevuld is. Als het goed komt, het schoon vanzelf wel weer boven aan de grond uit. En mag hij weer verder groeien. Want ik laat hem ietsjes een randje over. Zodat ik water kan geven. En dat de pot in ieder geval niet water gelijk wegloopt in de pot naar beneden kan trekken. En dat is eigenlijk het verhaal van het aanaarden. Tot de volgende keer!